Veenkolonie heeft een oppervlakte van 800 vierkante kilometer, waar ruim 1000 agrariërs ondernemen. De provincie Drenthe en de Agenda voor de Veenkolonie werken samen aan de campagne Zon voor Asbest. We hebben in dit gebied veel agrariërs, dus grote daken en dus grote oppervlaktes voor zonnepanelen. Veel daken zijn nog van asbest in dit gebied. Om de agrariër te stimuleren een belangrijke bijdrage te leveren aan duurzame energievoorziening en te helpen met de sanering van asbestdaken, is dit project in het leven geroepen. Door het verwijderen van asbest te combineren met het plaatsen van zonnepanelen worden risico's voor de volksgezondheid verkleind en draagt de agrariër bij aan de opwekking van schone, eigen energie. Door gezamenlijke inkoop wordt de terugverdientijd fors teruggebracht. Eigen energie, dat klinkt goed. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de provincie Drenthe en de Agenda voor de Veenkolonie.